Kay van Aasdonk, Cedric Karsmakers, Tim Truik, Rick Schakeraad, Nus Michnel, Tigo van Verst en Steve van Schijndel. De snelheid en de techniek komt vanaf de binnenkant van het Pure BMX team. Hij pakt de leiding, komen in die eerste bocht, Steve van Schijndel. Wauw, Dennis Bignel kan volgen, Kane van Daasdonk zit erbij. Wat te denken van je 205, daar goed meekomend Rick Schakeraad. Schakeraad op de 4, Struik op 5. We gaan verder naar achteren naar 6. Naar Schakeraad, dus naar Karsmakers, naar Verdaasdonk. Dat zijn de mannen hier in deze strijd in de mooiste 10-jaar-A-finale. Waar de winst is voor Pure BMX Team, Team van Schijndel. 2 finale, Boys 11.